De regering zal er alles aan doen om de voedselzekerheid te garanderen. Dus als de rijstexport verminderd moet worden om ervoor te zorgen dat er voldoende rijst is voor de bevolking, zal dat ook gebeuren. Dit zei president Chandrika Prasad Santokhi gisteren in DNA. Hoewel de rijstboeren ongeveer 1100 hectare aan rijst niet hebben kunnen afoosten, ontkracht hij berichten dat er een tekort zal zijn aan rijst. Er is voldoende rijst en we hoeven niet te vrezen voor schaarste. Ik vraag de minister van LVV om deze zaak goed te monitoren. En moeten we als regering maatregelen treffen, meneer de voorzitter, om de rijst als voedselvoorziening voldoende te hebben voor het land, voor de bevolking. En als we op grond daarvan maatregelen moeten treffen naar minder export, dan zullen we dat doen, meneer de voorzitter. En vraag de minister van LVV om dit goed te monitoren. Het waterprobleem dat de oorzaak is van de aangetaste oogst zal op twee fronten worden aangepakt. In de eerste plaats zullen de acute noden opgelost worden, waarna gekeken zal worden naar gebieden die kampen met wateroverlast. Er is reeds goedkeuring dat er 80.000 pakketten worden gedistribueerd naar de mensen die het dringend nodig hebben, meneer voorzitter. En daarvoor is een registratie gepleegd. We zullen daarnaast ruim 40 grote pompen die we ter beschikking hebben inzetten in de verschillende gebieden om het overtollig water zo snel als mogelijk weg te pompen. Daarnaast wordt bekeken hoe we de sanitaire voorziening kunnen herstellen. Er zijn nu 60 graafmachines bezig om ophaalwerken uit te voeren zodat water weg kan stromen. Er wordt bijna 800 kilometer opgeschoond, meneer voorzitter. We doen er alles aan om binnen enkele dagen de waterhuishouding zodanig aan te pakken dat de gebieden weer droog kunnen komen te liggen. Maar nogmaals, meneer voorzitter, uit alle berichten die we krijgen van de meteodienst zal de regen nog niet ophouden. President Chandrika Prasad Santokhi. Hij gaf verder aan dat er permanent pompen zullen worden geïnstalleerd. Ook zal er achterstallig onderhoud van pompen en sluizen worden aangepakt.